Bij ons in de studio staat hij inmiddels klaar, dames en heren. We gaan het natuurlijk een klein beetje toelichten. We gaan hem er eventjes bij pikken. Even kijken hoor, waar heb ik hem ook alweer? Nou, we hebben de hele week Christian bij ons op bezoek gehad. En normaal gesproken kunnen mensen altijd stemmen op welk nummer ze het liefste willen horen. Ja. Maar de laatste dag vonden wij dat wij ook wel een soort van inspraak hadden. Was niet misschien. Nee, okay. Ik heb een dingetje erbij. Hè? Oh, ja. Uit je stekker met Christian de Playbacker. Ja, daar is die. Dus wij zijn even rondgegaan met Pet en even gekeken wat wij nou eigenlijk allemaal willen horen. En het was unaniem, Christian. Ja, dat is echt unaniem geworden inderdaad. Want er was een nummertje toegevoegd voor vandaag. Zal ik het zeggen? Gooi het er lekker in. Nee, Christian dacht zelf van ik doe erbij snolle bolletjes en dan beuk de ballen uit de boom. De kerstklapper natuurlijk van 2020 van de snolle bolletjes. Dus ja, wij hebben een beetje gezorgd dat deze het is geworden vanavond. En, klopt. Ook dankzij u natuurlijk thuis, want daar is wel massaal op gestemd. Ik heb eigenlijk niet heel veel anderen gezien, toch? Ja, een enkeling misschien, maar... Het was iedereen Echt, hè? Ja. Nee, ja, Christian, superleuk dat je op deze laatste avond bij ons nog een keertje in de show jouw playback act gaat doen. En... ja, dan heeft hij er toch 5 achter de rug ook. Ja. We kijken even stiekem naar rechts. Staat hij er klaar voor? Ja, hoor, de cameraman staat er ook klaar voor. Ja, dit moet je toch gewoon even meemaken, dames en heren. Dit wil je niet missen? Nee, echt niet. Nee, als iedereen er klaar voor is, dan... Gooi hem er maar in. Ja, toch? Christian, klaar voor? Kijk, ik hoor jou hoor heel in de verte. Gooi de beuk er maar in. We gaan lekker die ballen eruit rammen. Komt-ie! Hier heb ik echt de hele week naar uitgekeken. Oh, applaus Christian Becker, onze playbacker! Ja, dankjewel jongen, super cool dit. Ja. En even leuk meedoen natuurlijk, hè, met z'n allen. Ja, we houden ervan. Ja, toch? Ja. Ja, wij, ja, sowieso. Ja. Gekkigheid, alle gekkigheid op stokje. Ja, kan bij ons in de show. Kan allemaal. Nee, leuk als Christian er eventjes bij komt aan tafel. Dan, Jij zit inmiddels bij ons aan tafel. Christian, een hele goede avond, jongen. Goedenavond. Goedenavond. Lange dag.
Jij hebt er al een hele lange dag op zitten, of niet? Hey, doe even een klein stukje vertellen. Want jij bent vanochtend begonnen om 6:00. Ja, ik de 5:00 ging de wekker. Huppakee. En kwart voor 6 ging ik eigenlijk al on-air. Alvast plaatjes in de start alvast. En toen doorgaan tot 6:00 vanavond. Oké. Okay. Ja, want jij hebt voor Serious Request heb jij dan een radio-uitzending gemaakt. En dan online op je Twitch-kanaal, toch? Als ik het goed heb. Ja, precies. Hey, en ja, dan komt natuurlijk de hamvraag, hè? Want hoeveel ook is opgehaald? Ook heb jij natuurlijk, jij hebt geld opgehaald. Ja. En hoeveel is er naar 3FM gegaan vanuit jou? 120. Ja. En ik heb nog 25 euro bij, dus 145. 145 euro, nou, is toch niet niks, toch? Ja. Ja, super gedaan in ieder geval, man. Ja. Leuk, ja. Ja, je moet het toch maar even doen, weet je wel. Dat is altijd wel het dingetje. Ja. Nee, ja, leuk, man. Was de feestenkast verrast vanmorgen? Ja, echt verrast, ja. Goed, hè? Leuk, joh. Leuk, hè? Echt leuk. Was het een beetje jouw maat, dat pak, of niet? Hè? Dat pak. Wat is dat? Dat houthakkerspak. Er zit toch zo'n heel pak bij met een helm en een zaag. En een, want wat doen jullie daar precies? We doen dieren dus verzorgen en in het groen werken. Ook voor de woonstichting, de Stegische Opknap in Nijkerkerveen. Ja. En ik werk ook voor de Gerspelposten vanuit daar. En doe ik Nijkerkerveen de post bezorgen. Ja. Dus, dat is ook vanuit de organisatie, vanuit de Veense Kas, zeg maar. Ja, de Gerspelpost zit het gebouw weer goed bezig. Ja. En hebben ze eigenlijk een depot bij mij gemaakt, op de Veense Kas. Voor mij gemaakt en... En vanuit daar kan ik dus de post gaan bezorgen in Nijkerkerveen. Oh, oké. Hey, en ken je dan toevallig ook Henrike van Manen? Klopt. Daar hebben wij een verzoekje van in staan. Is dat zo? Ja, ik zie voor al mijn collega's en kanjes van Grespo Post Nijke. Ik denk, die ken je dan. Oh, leuk. Ja, inderdaad. Ja. Ik zie hem nu ook op mijn scherm verschijnen. Inderdaad, ja. Leuk. Hey, en wat voor trui heb je aan? Want er staat... Meeloper. Meeloper. Ja. Ja, dat is de slogan van 3FM, hè? Ja. Ja. Niet van het glazen thuis. Nee. Het is gewoon van de concurrent, hè? Van de keiharde concurrent. Ja. Nee, Christian, mag ik je nogmaals bedanken voor de hele week voor je geweldig, inzet. Hè? Want je flikt het toch maar even, weet je wel. Hoe spannend het ook altijd maar is. En wel eens niet is. Maar voor de allereerste keer was spannend. Ja, de wel viel mee. Ja, als de kop er helemaal vanaf is, dan gaat het altijd wel. Ja, oké. En als nou stel dat er volgend jaar nog een keertje zoiets doen, ben je dan weer bij ons in de show? Wie weet. Wie weet. Oh, hartstikke. Je moet gewoon ja zeggen natuurlijk. Als het aan ons ligt, is hij weer dat. Ja, zeker. Ja. Nee, ja, zeer voor herhaling vatbaar. Want ik denk, jij zelf hebt natuurlijk positieve reacties. Maar ook wij krijgen de reacties natuurlijk van onze vrienden, familie, collega's. Van superleuke, die playback act in jullie show. Geweldig item. En mensen gewoon abonneren op Becker TV, hè, op YouTube. Ja, hè? Ja, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Hè? Mij volgen. Volg die handel, dames en heren. Christian, nogmaals, dankjewel voor deze playback acts afgelopen dagen. En we houden contact. Zeker. Sowieso. Ja, sowieso. Zeker. Zo. Ja. En zet nog een keer een fotootje online als je de nieuwe apparatuur in je handen hebt. Hè? Want er was ook een machine, hè? Wat was die witte machine? Een witte machine? Een houtkloofmachine. Oh, die ja. Houtkloofmachine, ja. Dat was het. Ja. Dat was het. Ja. Die zitten straks warmpjes erbij. Lekker toch? Oeh. Afkloven, Jan. Heb ik iemand aan de telefoon hangen? Goedenavond, met wie spreken wij? Wij spreken met Rieke van Manen. Bekende van jou, Christian. Uit natuurlijk. Ja. Ja, we hebben Christian ook nog steeds aan tafel zitten, Rieke. Gezellig. Goedenavond. Ja. Ja, we zijn een soort van collega's. Ja, dat hadden we inmiddels begrepen. Leuk. Hey, maar het is wel even leuk om jouw verzoekje natuurlijk toe te lichten, of niet? Ja. Ja, kan. Je zit er toch zijn. Ik hang nu toch, dus hè. Nee, ik heb erbij staan voor al mijn collega-kanjers. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt wel, hè? Want wat doen jullie dan met z'n allen? Heel veel post bezorgen op dit moment. En pakketjes. Bergen vol met pakketjes en post en noem maar op. Je mag wel een keer bij ons in de serveerruimte. Kom maar een keer bij ons in de serveerruimte kijken. En het is echt helemaal een en al krap en envelop is het. Ja, oh ja, en helemaal rond deze tijd natuurlijk. Dat zal gerust. En dan een van jullie grootste toppers die met de postbezorger die heeft vakantie. Ja. Ja, nee, we zijn heel druk aan het werk. Ja, goed zo. Maar weet je, we doen het graag. En er zijn heel veel mensen die blij worden van het feit dat ze een kaartje of iets in de bus krijgen. Ja, en absoluut. Zeker in deze donkere dagen. Ja, absoluut mee eens. Zeker weten, Rieke. Je hebt een plaatje aangevraagd voor iedereen. En welke plaat is dat geworden? Het is voor al mijn collega's
voor al mijn collega's postbodes van Gresselpost, vestiging Nijkerk. Ja, return to sender van Elvis heb ik. Heel toepasselijk. Ja, hij is niet zo origineel, maar dan denk jij, jongens, even een postbode liedje. Ah, joh, superleuk. Sowieso superleuk. We zijn echt zo ontzettend bikkelen, maar weet je, het is pittig. Maar het wordt vanzelf 2021 en dat jaar zal sowieso beter worden. Dus, precies. Maar ik ben heel blij met jullie programma. Je wilt niet weten hoe ik dat... Goed zo. Leuk om te horen. Wil je nog even de groeten doen aan Christian? Of andersom? Groetjes. Return to center, dames en heren. Dankjewel, Henrike, voor je €5. Voor alle kaartjes van Gresbalpost Nijkerk.